u tot rust kunt komen. Wij maken al uw dromen waar. Hier staan wij altijd voor u klaar. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Welkom. Wij zijn op Sterkwater. Wij improviseren voorstellingen. Dat betekent dat alles wat wij vanavond doen ter plekke bedacht is voor jullie. Op basis van de dingen die jullie naar ons toe roepen. Dus elke keer is anders, elke keer is uniek. En vandaag staan we in een hotel. Het hele decor ligt vol met bagage. Het is wel allemaal nep. Er zit namelijk helemaal niks in. En dan zou het misschien leuk zijn als iemand van jullie iets bij zich heeft wat in dit koffertje past. En dan gaan wij, zonder dat we weten wat het is, nemen we het mee in de voorstelling en dan wordt het later onthuld. Ja? U heeft wat? Oké, gaan we. Hopelijk dat het... Is dat een beetje zinvol om een hotel neer te zetten in Gouda? Zijn er dingen waarom mensen hier naartoe komen? Tristar, daar zijn jullie trots op. Een zeer christelijke school. Oh. Driestar. Van een heilige drie. Driestar. Meisjes met rokjes en haren. Er zijn nog dingen aan de hand. Politiek. Hoe? Je krijgt een nieuwe burgemeester. Oh, wat is er met die oude? De oude burgemeester gaat naar het coma. Coa. De oude burgemeester ligt in coma. Ja. Wat hebben we nog meer nodig in een hotel? Natuurlijk gasten. Je zit er een mooi voor aan. Hi, hoe heet je? Dag Linda. Linda, wat doe je door de week? Office assistant. En wat voor office assist je? Een bedrijf dat schoorstenen maakt, wat goed. Hotel, de plek waar u tot rust moet komen. Wij maken al uw dromen waar. Hier staan wij altijd voor u klaar. Euland, Linda. Ja, ik kom niet voor mezelf hoor, ik ben assistant. Een van mijn collega's die heeft hier vandaag een belangrijk gesprek. Hallo mevrouw. Hallo meneer. Ach. Hallo. Hi. We komen met een aantal leerlingen van het Driestar College logeren. Oké. Okay. Ja, het is een soort schoolreisje, alleen we hebben heel weinig geld omdat we alles aan de kerk hebben moeten geven. Komen jongens, meisjes gewoon maar lekker door elkaar of Nee! Wel de jongens en de meisjes apart, maar dan wel leuk met slapen vinden we leuk. Ja. Oké, okay, ja. Trouwens mag ik je complimenteren met een prachtige haar. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Hallo, goeiedag. U herkent mij waarschijnlijk? Ja, meneer de burgemeester. Ja. Ja. Nou, dat was nog een heel gedoe, hè, meneer de burgemeester. Nou ja, ik wil er niet meteen over beginnen. Nee. Van de Bos. Ah. Ik zag u niet. Ik heb een kamer nodig. Als het goed is voor mij vooruitgebeld, ja, 2 dagen. Ja, dat is klopt. Dat, ja, klopt. Sorry, meneer de burgemeester, ik kom zo bij u. Ja. Kamer. Dank u wel, hoor. Ja. Ja. Hallo met Linda. Linda, dit is Van de Bos. Oh, meneer Van de Bos. Ja. Zeg, heb jij wel iets geregeld voor mij als ik tussen aanhalingstekens even vragen mag? Moet even het schoorsteen vegen. Ja. Ik regel meteen iemand voor u. Ja, ja. Heeft u, ja, nog voorkeur? Een beetje jong, vind ik leuk. Hallo. Oh. Goeiedag. Oh. Ik zoek de... Kom binnen. Ik zoek de stapelbedjes. Ja. Huh? Ja. Zo. Hey. Van de Bos is de naam. Ja. Mijn naam snelt me vooruit. Ik ben van de schoorstenen. Oh. Daar komt de rook uit. Ja. Nou, ik zoek eigenlijk mijn vriendinnetjes. Neem je vriendinnen mee. Gezellig, alles kan op de hotelkamer van R1. Hallo. Ja. Dag, ik kom net van de stal. En ik ben bang dat we daar toch te weinig asielzoekers kwijt kunnen. Hoeveel asielzoekers wilt u plaatsen? 300. 300? U wilt uzelf toch niet laten kennen? Nee, dat is helemaal vlak na de kerst. Maar alles is vol. Om nou gratis hier. U zegt gratis, maar u heeft geen idee wat die mensen allemaal aan kunsten meekomen. Oh, kunsten? Misschien neemt een trek in uw stal een dokter in de dop. Misschien zit hier wel de uitvinder van iets wat we nu nog niet nodig hebben. Misschien is er een briljante man die ontzettend goed van alles kan. Die kans bestaat, laat u die kans nu voorbij. Denk nou eens na, niet alleen briljante koppen worden geboren in landen als onze met voorrechten hier en voorrechten daar.
oké. Okay. Ja, zo had ik er inderdaad nog niet over nagedacht. Ja, precies. Ik heb er één. Jongens, jongens, jongens. Ik heb jullie in mijn hotelletje toegelaten voor een school, een simpel schoolreisje. Ja. En nu? Hans. En nu? Wat was je van plan? Dit was een grapje toen we erover praten. Zo. Dat we iemand gingen offeren op een reis. Dat zou een grapje zijn. Maar, offeren? Maar we hebben toch de heren verlaten? We hebben toch afgesproken dat we de heren zouden verlaten? Ja, maar we zouden een boekverbranding doen. Oh! Ik heb hier. Ja. Hier, hier, voor... Hey, maar nou kunnen we niet meer terug, vind ik. O, Heere Satan, ontferm u over hem. Neem hem tot u. Satan, komt uit de gespleten grond en laat uw hoeven klinken. Zet uw horens in het lichaam van deze man. Bloed, bloed bij. Tuurlijk. Ik had zo gedacht dat dit zou werken. Ja. Zullen we kijken wat de meiden aan het doen zijn? Yes. Meisjes, meisjes, meisjes. Ja. Ja. Oh, godzijdank. God zij met ons. Wij maakten ons zo zorgen. Ik zat op een kamer met een schoorsteenveger. Een meneer die heel veel alcohol had gedronken. En ik heb zijn koffertje meegenomen. Oh, wat maak jij voor avonturen mee? Zij heeft het gestolen. Niet waar. Ik heb het meegenomen ter protectie van mezelf. Ik maak het wel open. Hoezo? Wat zit erin om protectie te bieden? De kuisheidssluier. Ze is wedergekeerd. Oh Maria. Oh Maria. Wij hebben zoveel wegen verkeerd gedaan. Oh. Ik scheld alles om de vraag. Schelden mag niet. Nee.